Welkom allemaal. In deze video ga ik je laten zien hoe je een Ondertitel onder je video's maakt. En dit is echt makkelijker als dat je denkt. Ik kreeg zojuist een vraag van mijn broertje. Hey zus, hoe doe je dat nou eigenlijk? Nou, ik maak dus echt al jaren video's. En ik doe het niet volgens de manier zoals dat al die videomakers doen met Adobe Premiere Pro. Nee, ik ben ooit begonnen met YouCut Video Editor Plus. Een betaalde versie wel. Ik begon met een goedkope versie, maar ik leerde zo snel mezelf dingen aan. Dat ik heel snel overstapte in de pro-versie. Dit was een eenmalige aankoop. En vervolgens kan ik daar mijn leven lang gebruik van maken. En hij blijft constant updaten. Is echt een hele toffe app. En dit is een mobiele telefoon-app. Dus ik heb ooit mezelf geleerd. Om mobiele telefoon te editen. En dat vind ik ook echt het allermakkelijkste. Maar ik zit hier achter mijn laptop, want je hebt heel veel video-editors die het gewoon veel fijner vinden om te editen op een laptop. En ik ga je vertellen: er is één app die zowel compatible is met je mobiele telefoon. Waar je dan ook bent, kan je gewoon direct editen. Het is wel een skill dat je echt jezelf leert omswitchen. Dat je zowel mobiele telefoon kan editen als met een laptop. Dat is wel super handig als je dat kan. Maar CapCut. Die heeft dat dus. En die ondertitels ook via CapCut. Geen gedoe, het gaat gewoon direct voor jou automatisch de ondertiteling maken. Dat is toch fucking tof? Je moet hem wel even aanpassen. Dus je moet je ondertiteling wel nalopen. Klopt het wel? En bij sommige ondertitelingen, ja, dan vervormt hij ook bepaalde woorden. En als je zegt 1 of een. Maakt hij altijd één van. Dus die moet je ook altijd even aanpassen. Maar er zijn oneindig veel mogelijkheden. En ik vind het zeker de moeite waard om CapCut Pro te nemen. En ik zou je dan adviseren om het dan in één jaar te nemen. Dan heb je één keer die kosten, dan hoef je er daarna niet meer naar om te kijken. Gelijk een andere tip erbij. Als je gebruik maakt in die apps van de muziek, heeft het alsnog rechten. Heel veel mensen denken, ik heb dan deze. App en dan kan ik al die muziek gebruiken. Nee, dat is niet copyrightvrij. Je hebt alsnog zoiets als copyright, maar dat kan je onderbouwen door middel van Artlist. Goed, de eerste stap die we gaan doen is eventjes de video's die je al hebt gemaakt. Dus eigenlijk gewoon je rauwe video's die je op je mobiele telefoon hebt geschoten, die gaan we in de cloud zetten. Want dan kan je ze regelrecht op je laptop kan je ze gaan bewerken. Dus dat gaan we als eerst doen en dat laat ik even zien door middel van een screen record waar je die dan die kan gaat vinden. dus op je mobiele telefoon naar CapCut. Dan ga je naar je laatste project. En dan klik je gewoon letterlijk uploaden in de ruimte. Ja, als je dus geen wifi hebt, dan maak je gebruik van je databundel. Je hebt daarin een map en in je eigen map zet je het. In mijn geval in mijn map gezien door Pien. Dan moet je heel even wachten, dan gaat hij uploaden naar je laptop. Maar het is natuurlijk veel makkelijker om het rechtstreeks op je mobiele telefoon de ondertiteling te doen als het daar al op staat. En dat doe je als volgt. Hier laat ik dus zien: je gaat op CapCut op je mobiele telefoon naar project, die laat je in en daar staat er onderaan gewoon tekst en dan staat er on automatisch ondertitels toevoegen. Dan gaat die laden, er zijn allemaal stijlen die je kan toevoegen. Het gaat ook best wel snel afhankelijk van hoeveel minuten video je hebt. En wat je nu ziet is de transcriptie. En dan vraagt CapCut al van hey, ik zie een aantal stiltes, wil je dit direct wegsnijden? Dan zeg ik oké, okay, dit kan je altijd nog wel weer terug doen. En zoals je ziet, staat het er hierin. Maar wat wel belangrijk is, is dat je even je tekst gaat controleren, want CapCut maakt er wel van dat je bijvoorbeeld als je een zegt of un dat je letterlijk een eentje ziet. Dus pas wel je tekst aan. Goed. Nu heb je zojuist kunnen zien hoe dat gaat op de mobiele telefoon. Nu ga ik je laten zien hoe je dus van je mobiele telefoon het in de ruimte zet, in jouw space wat privé is, en hoe je dat dan gelijk op je laptop ook kan doen. Dus daar gaan we. Ik heb het dus zojuist in mijn cloud gezet. Dan ga ik hier, dit is gewoon mijn startpagina. Dan ga ik naar mijn ding en kijk, hier staat hij. Het is dan gewoon een kwestie van downloaden naar computer, bevestigen. Zorg er wel voor dat je voldoende ruimte op je computer hebt. Want het is wel zo dat die cloud, het project wat hij binnenhaalt, kan je niet direct op je harde schijf zetten. Dat is een beetje ingewikkeld. Dus zorg ervoor dat je voldoende ruimte hebt. En op een gegeven moment, als hij er dus in staat, kan je hem wel overzetten op je harde schijf. Waardoor je vervolgens vanuit je harde schijf kan werken. Super handig, maar dat is even een tip. Goed, het was zojuist even spannend. Want ik kon hem niet terugvinden, het uploaden. Maar wat dan de tip is, is gewoon eventjes CapCut afsluiten en dan weer opnieuw aanzetten. En dan staat hier mijn project. Daar gaan we. Daar gaan we. <laughs> Het duurt even. Kijk, hier heb ik mijn project. Um, klap. Kijk, welkom allemaal. Welkom. In deze video ga ik je laten zien hoe je een. Ondertitel onder je video's maakt. Yes, nou kijk jongens, het is echt super simpel als maar kan. Je hebt hier gewoon ondertitels. Daar klik ik op en dan staat er tweetalige ondertitels. Dat is dus alleen voor pro. En dan heb je dus allerlei even kijken. Hoor, je kan zelfs je eigen ondertitels importeren. Dat kan. Maar we willen nu automatische ondertitels van Nederlands, zoals je ziet. En dan gaan we genereren. Dan gaat hij automatische ondertitels maken. Op dit moment is er nog niet een specifieke stijl. Wat ik net liet zien, zeg maar met mijn mobiele telefoon. Dan staat het er allemaal onderaan heel snel. Uh, en dan kan je het direct aanpassen. En dat, daar is natuurlijk CapCut ook voor gemaakt. CapCut is gemaakt in eerste instantie voor mobiele telefoon editing. Maar ze hebben het zo erg uitgebreid. Ik vind CapCut echt... Ik heb Adobe geprobeerd. Ik heb DaVinci Resolve geprobeerd. Um, ik kon er niet aan wennen. Ik ben echt een mobiele telefoon editor en ik heb mezelf ook aangeleerd om te kunnen monteren op de laptop. En ik vind CapCut, het is punt 1 veel voordeliger dan Premiere Pro. Het heeft ontzettend veel features die Premiere Pro niet heeft. Dan moet je allerlei dingen zeg maar erbij importeren. Volgens mij kan je wel transcript iets kan je er wel bij importeren voor ondertiteling, maar het is wel zeker veel omslachtiger als dat dit medium is. En dit is zo nog eens keer goedkoper. Dus ik ben er heel erg over te spreken. Hij gaat eventjes laden. Goed, de ondertitels zijn nu ingeladen. En zoals je ziet, zie je hier dus je tijdlijn. En dan kan je hier dus inderdaad uh, nou ja, zien wat je doet, wat je allemaal zegt. Maar hier zie je dus ook de ondertitels. En je ziet al van, hey, het loopt helemaal niet lekker. Ik vind de ondertitel niet eens mooi. Maar ik zie hem niet meer. Ik zie alleen maar zo'n raar, um, ja... Wat, wat, wat moet ik met deze balk hier? Oké, okay, ik ga het je uitleggen. Je gaat klikken op de ondertitel. En je bent dus nu aan het werk op je laptop. Hè? Dus op je laptop is het net iets geavanceerder. Je klikt op de ondertitel. En gelijk popt hier dus ja, een ondertitel. Dan kan je ook klikken. En dan zie je dus je hele lijst met ondertitels. En die kan je dus dan gewoon ook heel simpel aanpassen. Maar wat je dus ook kan doen, is op tekst klikken. Dan ga je naar schablonen. En daar zie je dus... Legio-schablonen. Allemaal stijlen. In hoe je het kan aanpassen. Nou, gaan we eens even kijken wat dit, wat dit doet. Kijk eens eventjes. Dan krijg je dus dit. Maar omdat ik de video. Kijk, dan klik je erop. Ga je hem omhoog doen. Ik heb de video natuurlijk zo opgenomen. Zodat het te zien is als een YouTube-video. Maar als jij die video dus. Smaller wil maken als een social media content video, kan dat ook super makkelijk met capcut. Maar dat is voor iets anders. Dat is misschien voor een andere video. Van deze video ging specifiek over hoe doe je nou die ondertitels. Ik denk dat ik die nu aardig goed met Adobe Premiere Pro. Nee, ik ben ooit begonnen. Nou kijk, hartstikke goed. Hij doet het, hij werkt, en dan kan je dus bij ondertitels, zoals je hier ziet, dat ik weer hier aanklik ondertitels. Ik zie wel trouwens dat mijn scherm hier uh, dat dit behoorlijk vaag is, maar dat kwam. Ik had nu eventjes geen zin om een nieuwe screen recorder te downloaden voor deze video. Kan ik voor een volgende keer wel doen, maar ik denk dat het voor nu genoeg informatie was en dat je er wel mee even uit de voeten kan. Ik wens je ontzettend veel succes. Met je nieuwe video maken met ondertitel. Ik kijk ernaar uit, zet hem op en heel veel plezier.